Tjitkov, eindelijk weer eens 3 punten. Hoe voelt dat? Ja, dat was echt nodig. We snakten er gewoon na als ploeg. Vorige week waren we dichtbij te gelissen. En vandaag, ja, dan moet ik ook een beetje geluk op het einde hebben. En nu slepen we die overwinning wel eruit. En dat geeft echt een lekker gevoel. Ja, want het is al zo vaak misgegaan in de slotfase. Ja, hoe is het dan dat het nu eindelijk een keer goed gaat? Ja, ik denk dat we er ook gewoon gericht op getraind hebben deze week. En ja, je merkt het ook dat de verdediging ons vandaag op de been houdt. Ze pompen die ballen gewoon rond de 16, maar je weet gewoon, die gaat er echt niet in, joh. En dat geeft echt vertrouwen. En dan zie je zo'n jonge jongen bij ons, Rijn van Lente, vandaag beer van een wedstrijd spelen. Nou, dan prijs ik gewoon echt het collectief vandaag om die 3 punten hier weg uit Spakenburg te halen. Jij speelt ook niet verkeerd. Nou, als je belangrijk kan zijn voor je elftal, dat is helemaal mooi met 2 goals. En ze zaten er lekker in, dus zo doorgaan. Had je in de eerste helft het gevoel van, we kunnen hier wel eens gaan winnen? Nou ja, je hebt elke wedstrijd 3 punten te winnen. En vandaag had ik zoiets van, ze staan echt niet zo ver boven ons. Het is wel IJsselmeervogels, dus je hebt echt wel respect voor je tegenstander. Maar ja, elke wedstrijd begint op 0-0 en vandaag hebben we 2 gewonnen. Dus terechte uitslag, vind ik. Ja, op basis waarvan vind je het terecht? Nou, dat wij als ploeg gewoon heel goed stonden. Zij zijn volgens mij niet echt 100% kansen zo uitgespeeld dat ze echt een goal konden maken. Dus dat hebben wij gewoon heel goed gedaan. Compact spelen en er snel uit. Nou, in onze counters konden we nog dodelijker zijn. Op het laatst nog een paar countertjes. Maar ja, met 2 goals hier kun je die overwinning wel pakken. We zeiden van, we hebben erop getraind. Dus op zich ging het wel goed vandaag. Maar was je niet heel erg zenuwachtig in de slotfase dat het toch nog weer mis zou gaan? Ja, tuurlijk is het even billen knijpen. Maar ik denk ook wel dat wij als ploeg nu ja, elke week zo dichtbij waren dat we echt snakten naar die overwinning. En dat merkte je in het elftal ook. Van, hier gaan wij echt niet die voorsprong nog weggeven. En ja, dan wordt het extra mooi gevierd. En, want er is ook echt ontlading. En ja, dat is ook echt de beloning voor ons werken. Ja, vertel eens, hoe is het gevierd? Ja, dat clublied van Genemuiden, dat wordt er dan ingegooid. Nou, dan hoor je dat 3 keer en zo. Dus dat is super. Kun je het al meezingen? Het gaat steeds beter. Ik krijg binnenkort een cd'tje in de auto van de jongens. En ja, ik heb het nog niet heel vaak gezongen dit seizoen. Dus ik hoop dat ik wat vaker kan zingen dit seizoen. Waar doen ze een stukje? Met de sportclubbers begint het. Ik ga nu niet echt zingen, hoor. En dan we gaan vooruit en huppakee, vol erop en prachtig lied. Gekke ploeg zijn jullie eigenlijk, hè? Jullie stonden tot vandaag laatste. Maar wel gewonnen van GVVV, Spakenburg, nu IJsselmeervogels. Ja, dat klopt. Gekke ploeg. Dus kan rekening met ons houden. En ja, we moeten die directe concurrent ook in de gaten houden. Dat we daar ook eens punt van gesnoepen. Want ja, zo blijven ze wel dicht bij ons staan. En ja, ik hoop dat wij dit vertrouwen geven voor de toekomst. Maar dat heb ik ook al gezegd toen ik tegen GVV Spakenburg gewonnen had. Dus ja, wij moeten gewoon van wedstrijd tot wedstrijd leven. En elke wedstrijd is een finale. En ja, als wij dat beseffen, kunnen wij nog heel veel mooie wedstrijden spelen dit seizoen. Inmiddels al een paar plaatsen gestegen, dus niet meer de laatste. Dat is mentaal denk ik ook een mooie opsteker. Klopt, ja. Je wil wel ploegen onder je houden in plaats van dat jij die lantaarndrager bent. Maar ik denk dat wij met ons spel vandaag gewoon hebben laten zien dat we topklasse waardig zijn. En heel veel mensen of media zeggen misschien van dat we tekort komen daarin. Maar vandaag hebben we al bewezen dat we mee kunnen in die topklasse. En ik hoop dat we die lijn nogmaals door kunnen zetten. Het kon eens een latertje worden vandaag, want ik geloof dat de trainer via de afsluitdijk wil terugrijden. Ja, dat maakt helemaal niet uit vandaag. Het kratje gaat mee en ik weet nog niet hoe ik thuis gekomen, maar we gaan het echt vieren. En dat is dik verdiend voor de hele ploeg. Dankjewel.